Vandaag gaan we weer verder met de Minecraft 1.8 server. Wat we vandaag gaan doen is, we gaan zorgen dat je permissions kan instellen. Zodat niet iedereen op hoeft te zijn en naar game mode kan gaan en zo. Nou, wat je dan doet is, je gaat naar dev.bucket.org/bucketplugins/permissionsex. Nou, dan druk je hier twee keer op download en dan gaan we weer op download. Die willen we behouden natuurlijk. En dan hebben we permissions. Nou, die zit hier naast zo. Goed. Alright. Nou, dan hebben we nu hier onze Minecraft 1.8 server. En dan gaan we hier naar de plugins map. En dan zetten we hier permissions AX in. Dan gaan we naar run. Run. Zo. Nou, onze server weer even opstarten. En dan gaat de server, dus dat is hier bij plugins, zometeen een extra mapje genereren, genaamd permissions AX. En daarin kunnen wij onze permissions heel goed instellen. Juist. Inderdaad. Nou, dan kunnen we de server weer stoppen. Zo. En, oké. Nou, dan hebben we nu hier permissions AX. En, maar daar gaan we eigenlijk nog helemaal niks aan. Dus we moeten ook nog eventjes essentials hebben. Essentials zorgt dat je in plaats van slash game mode create plus evk slash gm spatie 1 kan doen en dan up big game mode. Nou, dan gaan we even naar hier naar dev.bucket.org permissions. Waarschijnlijk kun je dat hier gewoon zo met essentials. Kijk, essentials. Zo, dan downloaden we deze ook eventjes. Download. Zo, essentials.zip. Maar die willen we helemaal niet, dus die openen we even. Oh ja. Nou, we krijgen allerlei garen. We willen essentials. En essentials spawn. Zo, zitten we er ook eventjes in. Oh nee, die moeten niet hierin, die moeten in onze plugin map. Helemaal goed. Deze weer weg. En dan runnen we hem eventjes. Zodat die ook even mapjes kunnen genereren. Server will start in 10 seconds. Ja, start nou maar. Ik hoef geen 10 seconden te wachten. Nou, tenminste, het moet wel, maar ik zou het liever niet willen. Laat ik het zo zeggen. Goed, dan is die ook weer gestart. En dan stoppen we hem meteen. Stop. Goed zo. Nou, wat we nu eventjes moeten weten is essentials. Alle permissions die we daarvoor in kunnen stellen. Dus dan de essentials wiki moeten we hebben. En dan moet ik ook weer even zoeken de comment code. Kijk, hier zijn alle comments die je kan even, oh my goodness. Nou, wat wil je dat al iedereen kan? Dat kun je dan instellen. Dan zetten we deze eventjes, hier. En dan gaan we naar, ja. Plugins. Permissions AX. Ja. Voordat we nu, kijk, ik heb zo'n, als ik hem open, krijg ik zo'n heel mooi ding. Kijk, normaal gesproken, als jij hem opent, dan krijg je, krijg je dit. En dat is helemaal niet lekker instaan. Dus wat je dan moet downloaden, even moet downloaden, is Google op Notepad++. Notepad++. Deze. Dit moet je dan eventjes downloaden en installeren en dan krijg je het precies hetzelfde als zoals ik het heb. Anders kun je misschien heel erg in de war raken. De config moeten we daar nog even wat aan doen. Even kijken. Nope. Nou, dan gaan we hier naar permissions. Default option, default true, permissions. Nou, default die heeft modify world. Modify world, dat hebben we er niet ingezet, dus dat kan in principe gewoon weg. Zo, wat wij willen, is dat de mensen essentials. Wat willen we dat ze kunnen? We willen dat ze kunnen warpen. Dus dan moeten we essentials.warp. Nou, enter. Backspace, 1, 2, 3, 4 spaties en een streepje. En dan weer een spatie, dan kunnen we weer essentials.
Nou, wat willen we dat ze kunnen? Dan we willen dat ze kunnen TPA, dus TPA hier, TPA accept. Nou, dat willen we dat ze willen natuurlijk TPI verzoeken. Kunnen accepten. Nou, essentials. TPA moeten ze kunnen. Nee, TPA. Gewoon zo. TPA slash TPA player. Dus dat. TPA moeten ze kunnen. TPA exec moeten ze kunnen. Nou, verder. Eigenlijk, warpen kunnen ze nu. Back, dat is niet echt nodig. Essentials.home. En, dan heb je essentials.setHome. Nou, essentials.setHome. Oké. Goed. Nu kunnen ze al best wel veel. Goed. Essentials.delHome is misschien ook wel handig. Essentials.delHome is ook wel handig. Dat kunnen ze nu dus ook. Nou, essentials.spawn. Spawn kunnen ze nu. Ze kunnen nu spawn doen. En bannen, nee, dat is niet nodig. Set chill is ook niet nodig. Kick chills. Firewall, ban, ja, dat hebben ze allemaal niet nodig. Misschien dat je ze nog slash nick kan geven. Is misschien leuk. En verder hebben ze eigenlijk. Niks, nou, dit valt onder cheats, moderator, standboardings. Nou, dit is dus goed. Nou, dan moeten we dit onderste streepje even weghalen. Goed, nou, dan doe je deze opslaan. Deze staat nu voor de defaults groep in. Ja, verder. Even kijken, hoe deden we dat ook alweer verder. Nou, hij is opgeslagen, dus kan deze weg. Deze heb ik ook niet meer nodig. Dan kunnen we nu de server opstarten. En dan hebben we als het goed is allemaal permissions gekregen. Wij zijn op. Dus dan moet ik mezelf eigenlijk zo eventjes de-op en kijken of we van alles kunnen. En als het goed is kunnen we als we op zijn geen warp zetten. Maar wel naar een warp toe gaan. Dus dan gaan we als een join server. Zo even groot. Dat jullie dat beter kunnen zien. Oh, ik moet even. Zo. Goed. We hebben fly mode enabled. Uiteraard is in game mode. Noem we. Ja, waar zullen we heen gaan? We gaan even. Sorry dat het een beetje lijkt. We zitten in de monitor capture mode. Niet in game capture mode. Dus slash set warp. Warp. Goed, dan zit hier een warp genaamd warp, is neergezet. Dan gaan we nu naar slash, nou, dan kunnen we als het goed is, als we eventjes naar de, oh wacht, we kunnen onszelf wel even d-op, slash d-op, pc, freak, 1. Nou, nu zijn we geen op meer, dus nu zijn we, ja, dus moeten we slash warp, warp, kijk, maar slash set warp, warp 2, dat kunnen we niet. Nou, of slash game gm game mode 1, dat kunnen we ook niet, omdat we geen op meer zijn. Dat is een beetje, ja, dat zie je wel vaker op servers van, dat kun je niet. Ben ik nog? Ik ben nog in game mode creative. Oh, ik ben game mode creative uit mijn OP gegaan. Oh, slim. Maar goed, slash set home, home. Slash del home home of wacht even slash home slash del home home nou, dat kunnen we nu allemaal. En eigenlijk moet je dus voor elke plugin die je erin zet moet je gaan instellen wat mensen mogen, dus wat mensen wel mogen. Ik ben nu toch creative. Ik kan ook nog steeds vliegen. Nice. Ja, zo werkt dat dus eigenlijk een beetje. Dus, heel erg simpel en best wel handig eigenlijk.
Ik zal, ja, dan kunnen we weer even uit de server. Dan stoppen we de server. Stop de server wel eventjes. Ja, zo. Ja. Dat is het eigenlijk wel een beetje. Ik hoop dat jullie een beetje snappen hoe het werkt met de missions instellen. Want het is best wel. Het is een rot werk. En ik zal. Kan misschien ook wel. Even een knipje doen in mijn opname. Dat ik jullie nog even laat zien hoe je verschillende groepen.